iets over de mastpositie van een fin. Het is altijd een beetje zoeken van, moet die mast nu naar voor of moet die mast nu naar achter? Het is zo, als je een mast naar voor plaatst in een fin, dan zal die comfortabeler zijn. Dat wil zeggen, die gaat makkelijker door de golven gaan. Het enige nadeel dat je zou kunnen hebben, is dat je minder scherp kan varen. Dus om als beginnend finzeiler te starten, kan je best starten met je mast zo ver mogelijk voorin te draaien. Dat doe je onderaan, bout naar links draaien, mast goed, schuif naar voren. Dan heb je mastkallen, die kan je eruit halen. Ja. Dus als je mast wat beweegt, die elastiekjes die aan die vast te houden, kan je die eruit halen en zo kan je de helling van je mast wijzigen. Wat is nu een basisinstelling? Dat gaan we nu proberen uit te leggen. Dus je zet je mast goed ver naar voren. Je zorgt dat je maar één kalletje hebt voorin. En dan gaan we, dus deze haal ik er nog uit. Een beetje duwen. Die kleintjes haal ik eruit. Dan staat die helemaal voorin en dan gaan we die mast eens meten. Hoe gaan we dat meten? Dat leggen we nu uit. We beginnen met een meter. Die op 0 aan het ijzertje zit. Dus 10. Dus dit is echt 0. We gaan hem hijsen, de meter. Ja. Hijsen de meter. Er hangt al een kabel aan om straks de kilo's te meten. Maar dat is nog niet meteen van toepassing. Maar dan zit hij al van boven. We nemen de kilo's maar even. Hij zit vast. Het blokje zit vast. Dus dat is de hoogte. Nu gaan we meten hoeveel helling dat die mast heeft naar achteren toe. Nu op het punt van de spiegel. Duw je boot wat omlaag, zodat het gewicht van de mast een beetje meewerkt. En dan moet je maar eens komen kijken. Dan kom je uit op ongeveer 6,80 meter. Ja. En dit is een gemiddelde. 6,80 meter is een gemiddelde. Het gaat van 6,78 tot 6,85. Ja. Goed. Dus als dat klaar is. Als het niet klaar is, moet je uiteraard spelen met die mastvoet. Dus is het even nadenken. Dus als het te weinig is, moet de mastvoet onderaan naar achteren. En dan zal je meer halen hier. En dat doe je door je bout over het algemeen naar links te draaien. De spanning op het achterlijk gaan we nu meten. En dat doen we als volgt. De spanningsmeter die we hier hebben, gaan we vasthangen aan de outhole, of aan de achterlijkspanner. Ja. Goed. Zo. En nu is het natuurlijk belangrijk om die altijd op eenzelfde afstand te hebben. En dat is een cijfer dat je goed moet onthouden. Dat moet 6,01 meter zijn. Dus de afstand van je achterlijk op de band tot waar je zeil mag komen, is 6,01 meter. Trek je onderlijk aan, dat is de groene. Dan gaan we die aantrekken totdat we hier 6,01 hebben. Ja. Oké, stop. Dit is 6,01. Goed. Dus dat is de afstand van een standaard achterlijk. Nu gaan we meten, als we die giek op dek hebben, hoeveel kilo dat daarop staat. Dus wat ik nu ga doen, is mijn meter resetten. Dus ik duw mijn giek naar boven, dat de spanning van de kabel is. En ik ga op on-off reset. Die staat op 0. Goed. Als ik die nu loslaat en ik ga de schoot aantrekken tot op dek. Ja, juist naast de kiel naar beneden. Ja, doe maar. Op het achterdek, trek maar goed aan. Nog. 34 kilo. Ja, 34 kilo is een vrij hoge waarde die goed is voor onder andere Wibi sails. Ja? Vaar je met Nord sails, dan moet die waarde zakken. Dan moet die waarde gaan naar 30, 32 kilo. Hoe moeten we dat nu veranderen? Dat was het toch? Wat?
Dat is door die mast meer helling te geven naar achteren toe. Dus als ik hier dit weghaal, dat is een halve centimeter, zullen we zien dat dat ongeveer gaat resulteren in een drietal kilo's. Dus als we nu dezelfde meting gaan doen, trek maar, Tigger. Trek maar. Zie je, dan kom je nu uit op 32 kilo. Als we bij licht weer varen, dan gaan we nog minder spanning hebben. Dan gaan we nog een kalletje bijsteken. En dan komen we, als je uitkomt rond de 30 kilo, zit je goed voor de Noordzeils. Als je naar 32 kilo gaat, Wibi Sails. En dat zijn de twee meest gangbare zeilen in het Finzeilen.